Wie meer lacht, leeft langer. Het lijkt een spreuk van Bond zonder naam, maar Amerikaans onderzoek heeft het onlangs aangetoond. De onderzoekers bekeken foto's van baseballspelers uit de competitie van 1952. Ze verdeelden de spelers in 3 categorieën. Geen enkele lach, een gedeeltelijke lach en een grote lach. En wat blijkt? De spelers zonder lach werden gemiddeld 73 jaar. De voorzichtige lachers 75 en de spelers met de brede glimlach 80 jaar. Dat is een verschil van 7 jaar. Meneer De Kok, een hele goede avond. Ja, u bent psycholoog en ook wel een beetje expert in de menselijke lach, zeg maar. Hoe verklaart u dat lachers langer zouden leven? Als je die mensen bekijkt, ik denk dat mensen die glimlachen en lachen veel goesting hebben om te leven. Misschien ook daarom langer leven. Nu, een andere vertaling is ook, we worden overstapt met heel veel informatie. En dus we zijn gedwongen om eigenlijk de informatie te selecteren en selectief te zijn. En mensen die lachen, die plukken dit soort informatie op uit hetgeen wat op hen afkomt, dat hen energie geeft en dat hen positief stemt. Lachen, ontelbare studies hebben dat aangetoond, dat lachen een positieve invloed geeft op ons fysiek welzijn, op ons sociaal welzijn en op ons geestelijk welzijn. Ja, dat lijkt eigenlijk heel logisch. Hè? Naast u zit dokter De Potter, u bent cardioloog. Is daar ook een medische uitleg aan te geven? Ik denk dat je voorzichtig moet zijn natuurlijk om te zeggen, je gaat er 7 jaar langer van leven. Het probleem met dat soort studies is altijd dat je niet onder controle hebt wat er gebeurt. Dat wil zeggen, je weet eigenlijk niet waarom die mensen lachen. Misschien hebben die een heel leuke clubfotograaf of misschien zijn al die mannen aan het lachen naar een mooie vrouw achter de lens. Je weet dat niet. Eigenlijk om dat goed te doen, zou je moeten studies doen en zou je mensen moeten maanden of jaren lang dwingen van te lachen en andere of mensen verbieden om te lachen. Dat wordt moeilijk natuurlijk. Dus om daar zoiets over te zeggen, dat is moeilijk. Maar er zijn wel een aantal dingen die je daaruit kan meepikken. Er zijn, zoals we daar net al gehoord hebben trouwens, wel een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We hebben daar net gehoord obesitas, bloeddruk is zoiets dat iedereen kent, roken, hoge cholesterol, dat kent iedereen. Stress is ook echt een heel goed bestudeerde risicofactor voor hart- en vaatziekten. Daarentegen, bij mensen die lachen, dat kan je ook gaan meten. En daar ga je dan bijvoorbeeld zien dat die iets krijgen, net alsof dat ze fysieke inspanning aan het doen zijn, net alsof ze aan het joggen zijn. Die gaan ook hun bloeddruk een beetje laten stijgen, want hun bloedvaten gaan mooi open gaan, die hun organen gaan meer zuurstof krijgen, die gaan meer bloed krijgen. Dus je zou wel kunnen zeggen, dat lachen, dat doet wel iets. Dat is niet helemaal zinloos om te zeggen, dat heeft gezondheidsvoordelen, omdat dat waarschijnlijk werkt op risicofactoren. Maar het is, denk ik, te simplistisch om te zeggen, van lachen ga je langer leven. Net zoals het niet juist is om te zeggen, van hoge cholesterol ga je zeker iets aan je hart krijgen. Het is krijgen. Natuurlijk een beetje een bijzonder onderzoek waar we op gestoten zijn. We hebben het Amerikaanse experiment overgedaan. Niet met baseballspelers, want die hebben niet zoveel in ons land, maar met Belgische topwielrenners die actief waren in de jaren 50. Er waren sombere wielrenners, matig lachende en ook breed glimlachende wielrenners. De Norse mannen werden gemiddeld 71 jaar. De matige lachers werden 70. En de brede lachers werden 68. Ja. De studie klopt niet met die Amerikaanse studie, wat we eigenlijk ook al wel vermoeden. Wel, we hebben gekeken naar het aantal renners dat nog in leven is. Voilà, hier komen. Van de Noorse renners leeft nog 19% van de matige lachers, nog 38%. En van de brede lachers is 41% nog altijd in leven. Jos Plas, u bent een van die renners hè, van in de jaren 50. Ja, met al die renners heb ik gefietst. Ja, u bent ondertussen hoe oud? Het einde van het jaar word ik 82. En nog altijd sportief? Want u was ook profwielrenner tussen 52 en 64. Ja, ik ben 13 jaar profwielrenner geweest. En ik heb kunnen concurreren met al de beste die er op de wereld waren. Ja, zoals? Ja. Van Steenbergen, Kopik, Koblet. Ik heb zelfs een etappe gewonnen in de ronde van Romandie. En nu, iedere week fiets ik nog. Hoeveel fietst u dan nu nog? De dinsdag, 81 jaar? De dinsdag 100 tot 110, de donderdag en de zaterdag. En de zondag ga ik wandelen met mijn vrouw, dan rijden we naar Gerelsbergen. Dat is maar 50 kilometer. Ja. Zeg maar, is dat dan een beetje afzien op de fiets of wordt er dan ook gelachen? Er wordt altijd gerotzooid met de fiets. En wat dat eronder, dat zijn jongens gelijk als Mildams en Arnold Fléchy.
dat zijn jongens die klassiekers gewonnen hebben. Milan Sanremo, de Ronde van Lombardije, Parijs-Roubaix. Maar die mannen die kunnen mij niet volgen. Die zijn 10 jaar jonger dan ik. Hè. En wilde u altijd profielrenner worden? Ik zeg tegen mijn vader, ik wil wielrenner worden. Jammer zeg, dat gaat in je plaats hebben. Hè? Want hier moet naar het college gaan worden, want jij moet je diploma halen. Ik zeg, dan loop ik weg. En heeft u dat gedaan? Ik heb dat niet gedaan. Hè? Mijn moeder die had een damesfiets. En mijn broer zegt tegen mij, als je nu toch wil koersen, waarom zet jij op die damesfiets geen koerstuur op? En we zijn weg. En in die periode was er een klein koersje in onze gemeente, waar dat trouwens maar 5 renners komen rijden zijn, maar ik had in mijn gedacht van daar mee te doen. En ik was me bezig aan het trainen met een koersfiets, alleen mijn koersfiets, die een vrouwenfiets was, met krom stuur op, met zo'n breed zadel. Maar wel een zacht zadel. Ja, maar nee, wacht, dat zadel, dat komt. Veloschoen, dat hadden wij niet. Ik zal mijn beste molières van zondags aandoen. Dat is ook zwart. Een koersbroek hadden we ook niet. Ik zeg, weet je wat, wij spelen toch in de voetbal. Ik ga dat doen met een voetbalbroek. Ja, met een trui. Ah, wel, de voetbaltrui, hè. En ik zat een keer op de vrouwenfiets, met de krom stuur, met de voetbalbroek. En ik had gereden, een dorp rond. Bij ons is in Dilbeek is de Linnenberg, waar dat trouwens nu omleiding is. De mensen zullen dat wel weten. Nu moeten ze allemaal over. Ik had 20, 30 keer de Linnenberg opgereden. En ik moest me dan ook, na mijn training, moest ik mij wassen. En ik zie mijn achterwerk zo rood en vol bulten. Ik zeg, ik heb zo'n pijn tegen mijn broer. Ik kan dat niet meer doen, hè, met die fiets. Ik kan dat niet uithouden, want die koers dat gaat in het water vallen. Jongen, zegt mijn broer, bij ons ma, haar bed, zeg, daar ligt een groot schapenvacht. We snijden daar een stuk uit, zeg, en we naaien dat in uw broek. Zo gezegd, zo gedaan, mijn broer naaide, wat dat moest allemaal gebeuren, op de slaapkamer bedekt. Mijn broer naaide in die voetbalbroek een stuk uitgesneden uit de schapenvacht. Niet op de rand van het schapenvacht, maar wel in het midden van de schapenvacht. Tuurlijk, ja. Dat goed opvalt. Uh-huh. Nu, hij had dat daarin genaaid met de uit van... Het schaap naar boven. Het pelsje. Ja, het pelsje naar boven. Je kunt je toch inbeelden hoe dat ik gelachen heb. Hè. Ja. 81 jaar en u bent precies een stand-up of zittende comedian. Schitterend. Jos Plas, ik vind het fantastisch. Ik denk dat er toch enige waarheid zit in de studie die we gevonden hebben in Amerika. Ik heb zeer erg genoten van de anekdotes. Heren, mag ik u allemaal bedanken. Merci. Hoe vaak gaat de Vlaming vreemd? Met wie en waarom? Allemaal vragen die we door u beantwoord willen zien in onze grote overspel-enquête. Die kunt u anoniem invullen op vtm.be. Klik door, maar cijfers liggen niet. Resultaten ziet u bij ons binnenkort in dit programma. Tot volgende week.